en over tussentijden gesproken. Dit is de tweede tussentijd en ze trekt die lijn hier door. Ook hier de toptijd voor Sablikova en dan is dat toch met een mooie voorsprong om de vrouwen voor haar gestart. Ze heeft daar 54 seconden voorsprong nu op Goluma Martina Sablikova bij tussenpunt 2. Hier in het wiel van de Oekraïense Olena Pavlukina. En zoals José daarnet al zei, de favorieten die komen op het einde. Judith Arndt start als allerlaatste om 16 uur, 4 uur, 12 minuten en 30 seconden. En de vrouwen starten om de 2,5 minuut. In totaal zijn er 42 deelnemers. Ja, zij onderweg hier, of degene die we daarnet zagen op de eerste beklimming, de Gronsvelderberg, dat is 2100 meter lang, met een gemiddelde van 3,5%. De top daarvan ligt, nou, als we maar zeggen, ongeveer op 7, 8, 9 kilometer ongeveer. En een beetje nadien wordt de eerste tussentijd genomen. Ja, een kort WK, kan je zeggen. Een relatief kort WK, maar ze hebben misschien ook wel de moeilijkheidsgraad een beetje in acht genomen. En dan gaan we toch wel zien dat dat niet echt een supersnel WK zal worden, maar dat de verschillen toch wel duidelijk zullen zijn. Misschien tussen de favorieten iets minder, dat er toch wel veel zichzelf gaan stuk rijden. Het zij voor de komen of anders wel op de komen. We kijken naar Rossella Ratto, Italiaanse van 19 jaar, die in het gewone leven uitkomt voor de merkenploeg van Verin Legno. En zij was vorig jaar goed voor een 11e plaats op het wereldkampioenschap tijdrijden bij de junioren, toen Lucy Garner wereldkampioen werd. Lucy Garner, de vriendin van Lars van der Haar, de veldrijder, die morgen aan de slag gaat in de veldrit. Zijn seizoen opent in Las Vegas. Ze was overigens 11e in de wegrit en ze was 5e in het tijdrijden, deze Ratto Rossella. Nu is 5e bij de junioren vorig jaar. En Rukdev heeft daarnet gezien wie er bij de junioren gewonnen heeft. Barker met een straatvoorsprong, mogen we wel zeggen, bij de vrouwen junioren. Ludwig de Deense werd daar 2e en de Jong werd dan 3e. Het werd niet rechtstreeks uitgezonden en dan moeten we onmiddellijk denken aan een uitspraak van de regerende wereldkampioentijdrijder Judith Arndt, die gisteren in een interview zei dat de UCI geen interesse heeft in vrouwenkoers. Ja, dat is inderdaad een uitspraak voor haar rekening, maar er zit wel absoluut een groot deel van waarheid in. Het is spijtig dat de jeugd die hier vandaag toch op deze morgen nog maar eens aan het werk was, dat we die niet kunnen echt rechtstreeks meemaken, hè, want het was al bij al toch nog altijd een mooie wedstrijd geweest. De Colombiaanse blijft maar doorfietsen, maar het zit er wel degelijk op. Zij is de eerste vrouw hier aan de finish, 36 minuten en 5 seconden, gemiddelde van 40 kilometer per uur, iets meer. En zo hebben we de eerste eindtijd. Dan gaan we kijken naar het tweede tussenpunt met een Braziliaanse, de Braziliaanse Fernandes, die daar niet in de buurt komt van de tijd van Sablikova. Nou, die Sablikova is natuurlijk niet de eerste, de beste. Het is een fenomeen op zich, niet alleen, zeker niet in het wielrennen, maar vooral waarin haar sport, waar ze eigenlijk nog het beste in uitblinkt. Ja, het hardrijden op de schaats. Zij heeft in haar carrière 2 gouden medailles veroverd op Olympische Winterspelen. Sablikova, straks krijgen ze ongetwijfeld weer in beeld. Hier weer aan de start met de volgende vrouw die gaat vertrekken. En dan spreken we over deze Spaanse Sanchez. Ana Sanchez. Moet er 25 worden volgende maand op 18 september. We vertrekken dus in IJsden. IJsden dat deel uitmaakt van de Limburgse gemeente IJsden-Margraten. Er wonen zo'n 12.000 Nederlanders in IJsden. En sinds vorig jaar, 1 januari 2011, is het gefuseerd met de buurgemeente Margraten. En zo krijg je dan de plaatsnaam IJsden-Margraten. We vertrekken daar op de kasseitjes. En dan is het zaak om zo snel mogelijk in dat ritme te komen. Ritme, dat is het probleem van dit wereldkampioenschap tijdrijden voor alle categorieën, want je zit met die afwisseling in het parcours, bergop, bergaf draaien. Ja, absoluut. Zoals ook vandaag weer de eerste 5 kilometer, zal ik maar zeggen, relatief vlak. Dan krijgen we al een paar knikjes, een klein knikje, en dan komt die klim. Zoals we er net al over gesproken hebben, 2,1 kilometer, 3,5%, is dat veel? Nee, dat is niet veel.
maar je probeert er dan toch net die voldoende, die grotere versnellingen rond te krijgen. En vele slaan daar net niet in, en dan net is de vlug van start. Ja, en dat betaal je daarvoor om ongelooflijk de tol. Dus het is een heel moeilijk in te delen tijdrit, zowel voor professionals als voor de dames junioren deze morgen. Niet makkelijk, heel moeilijk. Grote tijdsverschillen. We gaan zeker nog naar het einde van deze wedstrijd toe nog beelden krijgen van de Kouwberg. En ook zien welke tol die gaat eisen. We hebben ook deze morgen bij het bekijken van de jeugd de tijdsverschillen kunnen opmeten van renners die aan de voet van de Kouwberg en dan bovenop de Kouwberg, echt op die Kouwberg alleen al 25 seconden verliezen. Dat zou ook vandaag wel eens of straks wel eens kunnen het geval zijn. Anna Sanchez, die in de rest van het seizoen uitkomt voor Vizcaya. En nu ziet u de stand van zaken bij het eerste tussenpunt. Met die halve minuut voorsprong van Sablikova. Eerste tussenpunt wat uiteraard straks nog zeker wanneer de betere, de kleppers aan het werk gaan komen, absoluut nog gaat gewijzigd worden. De vraag is nog maar of Sablikova daar gaat bovenaan blijven staan. Ja, nog één keer zeggen, twee tussenpunten, 10 kilometer, 16 kilometer en de finish na 24 kilometer. En de finish ligt hier op de grens tussen Vilt en Berg en Ter Blijt, als het ware. 1800 meter na de top van de Kouwberg en die uitloper, dat wordt een strook die alles gaat bepalen op deze wereldkampioenschappen. Ja, die gaat zeker voor zeker zondag. Voor de wegritten gaat die enorm veel bepalen. Het is gezien wanneer je het beeld van de Amsterdam Gold Race voor je ogen haalt, dan zie je telkens renners boven komen na een formidabele sprint. Zelfs een Philippe Gilbert met, laten we maar zeggen, 10 meter voorsprong, 15 meter voorsprong, 20 meter voorsprong is al veel zelfs, om dat daar weg te rijden. Die 15 meter, 20 meter gaan absoluut niet voldoende zijn op de Kouwberg, eenmaal bovenop het WK. Dus van daaruit ga je moeten opnieuw vertrekken. En dat wordt een hele moeilijke opgave. Dus benieuwd wat we zondag te zien gaan krijgen. Maar het gaat zeker de moeite zijn. Nou, morgen rijden de profs dan hun tijdrit. De profs waarvan de deelnemerslijst vandaag officieel is bekendgemaakt. Ik kan u de starttijden van de Belgen meegeven morgen. In de elite tijd.